In deze video gaan we dus het slaapcompartiment, het hef-gedeelte, op een Campeo openzetten. We beginnen met de veiligheidsriempjes los te maken langs beide zijdes. Voilà. Dan hebben we langs beide zijdes het aantrekhendel. Die gaan we naar voren klikken, draaien. Dat die los is. Aan de andere kant ook. We gaan die alle twee vrijmaken en gaan we drukken op het hefbed. En het bed gaat automatisch omhoog via de pomp. Als het gedeelte open staat, gaan we het laddertje nemen. Dit is uit twee gedeelten. De reden waarom is dat het gemakkelijk weggestoken wordt onder het achterste bed in de bagageruimte. Dan gaan we binnen de ladder bevestigen we in de twee houders. Dan kunnen we naar boven. Als we het hefbed terug naar beneden willen doen, we verwijderen de ladder. We trekken aan de riem voor het hefbed naar beneden te komen. Juist voordat het dicht is, duwen we de doek achter de hendel langs beide zijdes. Voilà. Dan gaan we dan draaien en vastklikken langs beide zijdes. De veiligheidskabeltjes terug erin klikken. Voilà. De doek op de juiste positie brengen. En zo wordt het bed bediend.